De moord van vannacht in een huis in Ossendrecht is vermoedelijk een afrekening in het criminele circuit. Dat heeft de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van der Donk, vanmiddag bekendgemaakt. Een achttal mannen renden vannacht het huis uit na een aantal schoten te hebben gelost. Dat vertellen getuigen aan de politie. Toegesnelde agenten troffen naast een lijk even later ook een hennepplantage in het huis aan. Twee buurvrouwen die wij zojuist hebben gesproken vertellen wat zij hebben gezien. Ik dacht eerst bij de eerste knal gewoon dat het een rotje was of zo, want dat hoor ik wel vaker. Dus ik ging niet echt vanuit van, oh, er is iets ergs aan de hand. En toen na de tweede en derde knal, toen was ik wel echt van, zijn dit nou serieus geluiden van een pistool of zo? Maar ik hoorde geen voetstap, geen auto's, geen gegil of zo. Dus ik dacht, nou, ik ga wel gewoon slapen. En verder heb ik ook niet echt meer iets gehoord. Je hebt wel wat meer gezien, hè? Ja, ik werd rond 2 uur wakker van geluiden en honden die aan het blaffen waren. Dus ik ging door mijn raam kijken en toen zag ik politieagenten en honden en zo. Toen werd ik rond 4 uur weer wakker en toen waren ze hier bezig met alle dranghekken en alles neer aan het zetten. En toen dacht ik van, oh, dit is wel iets serieuzer. Ja. Toen ben ik om 5 uur zeg maar erachter gekomen via Facebook en internet dat het dus een schietpartij was met een dode. We zagen hem nooit, alle gordijnen waren altijd dicht, hij was nooit thuis. We kennen hem niet, ik weet ook niet hoe die heet. Als je dan voorbij liep, want als we de honden uit laten lopen, altijd via de polder en dan moet je via die kant. Dan rook je wel eens ja, die geur gewoon. Maar ja, je ja, denkt daar verder niet echt bij na. En het, ja, het was inderdaad altijd donker. En als je er nu bij nadenkt, denk je van ja, eigenlijk is het wel heel logisch dat hij nou een wietplantage heeft. Hij is nooit thuis. Zijn gordijnen waren altijd dicht en je ruikt wel eens die geur, ja.